we go. Jaar lang, het werd zo langzamerhand een obsessie voor hem, was hij bezig om het wereldsnelheidsrecord wielrennen te verbeteren. Hij reisde van Maastricht naar Salt Lake City om op de zoutvlakte van Bonneville in de Amerikaanse staat Utah een geslaagde poging te doen. En hier is het bewijs. Fred Rompelberg, van harte gefeliciteerd. Wat gaf de computer nou aan? 166,19 mijl. Mijl, en dat is in kilometers omgerekend? 268,18 kilometer. Het ziet eruit alsof je op de Noordpool zit, Fred. Het is een uniek plekje in de wereld. Jean Nelissen die was dus bij ons in 1988. En Jean die zei, dit is het indrukwekkendste plekje en het indrukwekkendste wat ik ooit gezien heb in de wielersport. Hoeveel graden is het hier? Het was nu, toen wij er waren, 25 graden. En waarom kies jij voor een zoutvlakte? Omdat dit wereldrecord zou aanvallen op een gewone autoweg, en je zou vallen, dat zou dus catastrofaal kunnen zijn, want dan kom je altijd tegen een object aan. Hier, op deze zoutvlakte, is dus geen enkel object. Dat heb ik dus bewezen in 1988. Ik ben toen twee keer gevallen met een snelheid van 209 en 232 kilometer. En toen ben ik 200 meter over die zoutvlakte gegleden, maar geen enkel object was er. En ik had dus wel veel schade aan mijn lichaam. Maar dat is allemaal hersteld. En om dat te voorkomen zit je sowieso in een leren pak. Je ziet eruit als een motorcoureur. Ja, dat leren pak dat beschermt mijn huid bij valpartijen. Ja. Dat is dus, ik mag dus ook niet zonder dat leren pak rijden van de Amerikanen. En dit is jouw chauffeur? Dat is mijn chauffeur Jeff Strasburg, die het formidabel gedaan heeft. Hij zit in zijn racecar. Ja. Hoe stuurt hij? Hij kan licht sturen naar links en naar rechts. Het is allemaal gebouwd op rechtdoor. Je bent echt een twee-eenheid met deze man? Absoluut. We hebben dus radiocontact. Dat is de eerste keer dat dat ook gebeurd is in de geschiedenis. Van al die wereldrecords ben ik de eerste geweest die direct radiocontact had met de autocoureur in de auto. Ja. Hier zie je nog dat ik hem de laatste dingen doorneem en de laatste aanwijzingen aan hem geef. Hier zie je het van binnenuit, zoals hij het dus ziet. Dit moet je dan maar eens even uitleggen. Want je gaat met een kabel, word je vast... Ik zie dat die kabel goed bevestigd is. Ja? Goed bevestigd is. Ik word dus aangetrokken. En ik moet dan bij rond 120 kilometer die kabel ontkoppelen. Ja? Dat had ik met hem afgesproken als we op dat punt waren. Dat hij zou gewoon schreeuwen door de radio, nou. Ja. Dat was het enige eigenlijk wat we gezegd hadden door die radio. Dit is dus de communicatie, verbinding. Dit is de radiocommunicatie wat ik met hem had. Dit is de racecar die 1000 pk's had. Ja. 1000 pk's sterk. Als die racecar zonder dat windscherm rijdt, dan kan die wel tot 500 kilometer rijden, deze racecar. Als het langzaam gaat. Dan zie je die baan, die is helemaal geëgaliseerd. Ja. 10 kilometer lang was die baan en dan zie je mij vanuit de lucht. En dat is zelf geëgaliseerd? Nee. Het team heeft dat allemaal voor mij gedaan. Ja, okay. Een hele baan dus die geëgaliseerd geworden is. En die dus, hier zien we die borden dus, hè? Ja. 1, 2, 3. En tussen de 3,5 en 4,5 mijl, daar zit de timing. Daar moet ik daar wordt dus ook die mijl getimed en de kilometer. Nu word je losgekoppeld en dat doe je zelf? Dat doe ik, als u ziet, aan die rechterkant van de televisiescherm, dan zie je dat ik ontkoppel. En dan ga ik dus verder op eigen kracht, ga ik dus achter die raceauto aan. Jammer genoeg dat het niet langer in beeld is. Ja. En dan zie je dadelijk dat ik door die timing ga. Gewoon. Goed, we gaan nog eens even kijken naar je echte record. Nu zien we dus, als je het nu weet, dat kleine groene stipje zien we vaag erachteraan. Ja, ja. En de reacties uiteraard van vooral je vrouw en twee dochters. Ja, ik moet je zeggen, als ik mijn vrouw met twee dochters niet had gehad, dan had ik dit zelf nooit kunnen realiseren. Dan ga ik door de timing. En de cameraman stond bij de timing en heeft meteen gezien dat het 166 punt, daar komt het,
166.944909 het record was. Wat is jouw remweg? Ik ben dus gewoon achter die auto gebleven en heb ik mij afgeremd achter die auto. Dus daar zit wel aan de rechterkant zit er wel een rem op, maar dat heeft met deze snelheden totaal niks te betekenen. Dan zie je de ontroering trekken na het wereldrecord. Mijn dochters Letizia en Tiziana en Tini. Ze zijn zo blij omdat je nog leeft, Fred. Nou, ik denk om andere redenen. Van de spanning en de ontlading. Je bent er toch heel lang mee bezig geweest. Alles ervoor doen en er nog meer voor laten. Die kinderen hebben natuurlijk de laatste maanden, en vooral ook mijn vrouw, niet te gemakkelijk met mij gehad. Je weet, als je iets wilt bereiken in het leven, dan moet alles voor schuiven. Dankjewel. Voor het ene heilige doel. Dankjewel, jongen. Anne, wat dacht ze? Dacht dat ze het halen? Ja, het voelt het hier. Ja? Doe maar wat toe. Voelt dat u het halen? Ja, het is nu geweldig, maar ik hoop dat hij nu ook zegt van nu ben ik tevreden. Hè? Dat vraagt. Ja, absoluut. Nou, we drinken er een van straks. Ja, natuurlijk. Al twee. Ik wil nog even een voortje maken. Natuurlijk, het is natuurlijk een enorme inspanning, maar je kunt nog verder gaan. Maar je moet niet, het is natuurlijk toch ook, het is niet niks hoor. Het is een enorme snelheid. Het is, ik voelde het ook. Hè. Die fiets die enorm in bedwang houdt. Het is de pedalen die je moet rondkrijgen, de enorme versnelling. Het is niet niks. Op dit moment zeg ik, voor mij is het is gebeurd, het is mooi. Ik heb mijn doel bereikt waar ik 8 jaar voor gevochten heb en ik ben tevreden. Ik stop ermee, jongens. Ja. We willen jullie toch horen, hè? Ja, we gaan tijd eten. Ik kan je één ding zeggen, dat inderdaad, want ik zeg nu, de voorzienigheid is bij me geweest op de Zuidvlakte. Ben je gelovig? Absoluut, ja. Ik ben ook zo opgevoed door mijn ouders en ik voed mijn kinderen ook op. Ik ben vanmorgen bijvoorbeeld, zat ik om 6 uur al op mijn ergo-racer. Daar was ik om 7:30 mee klaar. Maar waarom heeft hij het 8 jaar lang laten mislukken? Dat weet ik niet. Dat heeft zijn reden gehad. Maar nu kan ik zeggen, dat is dus voordat ik naar de Zuidvlakte ging, de week daarvoor, had ik contact met de Amerikanen die zeggen, Fred, het regent in Salt Lake City en het is very windy. Er staat veel wind op de Zuidvlakte. Dus als het er nu uitziet, ik denk, het zal toch niet waar zijn. Dus ik ben weer naar het kerkhof geweest, naar mijn mensen die ik daar bezoek, mijn moeder en mijn vrienden. En ik heb gevraagd, in godsnaam, help me dit keer, want het moet eigenlijk. Hij was bij je? Absoluut, ik ben ervan overtuigd. De Amerikanen zeiden mij dat het zeer slecht was en zij komen op die Zuidvlakte na 40 uur vertraging. En toen we op die Zuidvlakte kwamen, er was een 4 uur zondagsmiddags. Het was een helderblauwe hemel. De zon stond aan de lucht. Er was geen zuchtje wind. En zo is het geweest maandag met mijn testruns. En maandagmorgen heb ik dat wereldrecord verbroken. En wat denk je? Na 2 uur steekt er een storm op en is er totaal niet meer te rijden. Er werd een commercial gemaakt door Honda. Die waren daar met 60 mensen. Hebben die daar een set opgebouwd. En die is volledig van de Zuidvlakte weggeblazen. Ja. Dus ik zeg nu, dit keer is onze lieve heer 2,5 dag bij me geweest. Echt? Verder heb ik dus nog, ik organiseer sinds enkele jaren met mijn vriend Max Hurzeler in Mallorca, fietssportvakanties Mallorca. En daar heb ik dus enorm veel plezier in. Ik heb enorm ook veel plezier als mijn gasten weer plezier hebben. En dan kan ik mijn hartje elke dag met de fiets, daar gaan mijn gasten elke dag met mij fietsen. Je bent een mafkees, denk ik. Ik hoop dat ik nog vele jaren een mafkees zo in die gezondheid mag zijn. Oké, geniet ervan. Dankjewel voor je komst hier en van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. En gefeliciteer je familie en dankjewel. Uiteraard de hele begeleiding. Dankjewel. Ja, dankjewel.